Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maand reading doen voor het sterrenbeeld Stier. Herken jij je er nou in? Dat is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dat is ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand reading is. En deze loopt voor de hele maand juni. En rondom 1 juli komen er weer nieuwe readings online te staan. Dus we gaan kijken voor jouw Stier van hoe gaat het met jou in deze periode. Met je werk, met je carrière, je liefdesleven, je relatie, wat dan ook. Voel jij je verbonden? Of juist helemaal niet? We gaan het zien in de open maand reading voor de Stier. Nou, kom op. Ja. Soms duurt het even, sorry. Voor de Stier. Oké, Stier is eerst heel erg bezig met liefde om jou heen. Relatie, vriendschappen, banden, familie, vrienden, liefde vind je belangrijk. Dat is waar je het een en ander bent aan het ondernemen. Of bent uit het zoeken. Want je hebt een periode gehad, Stier. Dan voelde jij je toch wel wat eenzaam en alleen. Kan ook te zijn de tijd die we achter ons hebben. Dat je even een periode hebt gehad om te transformeren. Sorry. Het een en ander los te laten. En een verandering te maken, Stier. Je krijgt de geliefdes. Heb je een relatie, dan zit er al een goede energie in verbonden. Dan gaan we daar nog los naar kijken. Natuurlijk. En Stier, je hebt ook nog bepaalde wensen en dromen wat je wilt opbouwen. Deze drie kelken hieronder heb je al gemanifesteerd. Maar die vierde, wat je wordt aangeboden, of wat je wilt creëren, dan wil je gaan regelen. Ga er dan achteraan. Zet daar dan totaal je gevoel, je emoties, je gedachtes in. Om het waar te maken in jouw leven. En durf ervoor te gaan en te ondernemen. Vuurtekens kunnen jou daarbij helpen. Ram, leeuwenboog zit om misschien even daar extra een verbinding te durven te gaan maken. Want er is een periode waar je ook echt wel heel duidelijk uit wilt, wordt aangegeven. De gehangene rechtop, je wilt je niet meer vastzetten in iets, je wilt ergens je uit losmaken. Want je weet ook voor jezelf, als je hier aan verbonden blijft, dan kan de wereld verder instorten, de toren, rechtop. Ga je niet toelaten, dan gaan we het niet doen. Laat het los. Zet je stappen maar, Stier. Met grenzen om jou heen neer te zetten, dat brengt jou ook veel meer dan. Met het zwaard voor je uit. En dat geeft ook aan het zo dat er ook dan een nieuwe ontwikkeling of een nieuwe energie gaat stromen vanuit je emotie, vanuit je gevoel. Wat je dus veel meer brengt, Stier, wat je erg belangrijk vindt. En hou dan het geloof in jezelf vast. Hou het geloof. Verlies dat nooit in jezelf. Ga daar uit je stappen nemen, Stier. Vanuit je energie, vanuit je geloof, vanuit je inzichten. Want je hebt vastgezeten. Het valt heel duidelijk hier. Je hebt vastgezeten. Lig achter je. Hoef je niet meer naar terug. Mag je achter je laten. Mooi. Ga maar op vertrek, ga maar op de uitkijk, ga maar handelen, ga maar ondernemen, Stier. In je werk, carrière, in je bedrijf kan het ook zijn natuurlijk. Hè? Dan krijg je ook je verdiende succes. Waar je misschien al langer op wacht. Misschien heb je wat periodes uitgesteld vanuit jezelf voor anderen. Het is niet meer de tijd ervoor. Je mag nu gaan draaien. Je mag nu zeggen van, ik ben aan de beurt. Ik wil dit, ik wil dat graag creëren, regelen en ontvangen. Zet je stappen maar, Stier. Zet die grenzen neer. Zet het maar om jou heen. Schaakmat. Om het zo maar te zeggen. Dan krijg je gelijkwaardige contacten. Krijg je plezier. Krijg je de viering. En een ander opbouw, Stier. Dat is waar het om gaat. Ga daarin natuurlijk dan zo door, Stier. Duidelijke taal.
En dan komt het wel in orde voor jou. Mooi. Dan gaan we kijken voor de stier die single is. Sta je open voor de liefde stier? Voor dit moment? Of heb je misschien momenten erbij? Nou, ik heb de tijd en de ruimte voor mezelf juist ook wat meer nodig. Ik moet even dat een of ander extra vanuit het verleden transformeren. Dat zou kunnen. Of ben je misschien verliefd geraakt dat het je even brengt? We gaan het zien. Stier die single is. Oké. Stier die single is. Nog wat onrust in jouw energie vanuit de voorgaande relatie. Wordt duidelijk aangegeven. Nog wat onrust. Wat even verwerkt mag worden. Wat even een plek moet krijgen. Nog even extra. Ga er niet te lang bij stilstaan. Leer je les en ga door. Is mijn advies hierin. Dus dan heb je wel een relatie gehad wat je ook heel veel heeft gekost. En komt wel misschien ook een nieuwe vorm van liefde al binnen. Maar heb je zoiets van, het brengt niet heel veel. Laat het dan ook los. Want het is wel zo dat ik heel duidelijk zie dat iemand misschien wel binnen naar je toe wilt komen, wilt verbinden. Maar dat deze persoon, en dit kan een aardeteken zijn, zelf zaken nog niet op orde heeft. Het is een keuze. Ga je deze toelaten of ga je zeggen van, het draait om. Ik heb deze niet nodig, want dat is denk ik niet wat je wilt en wat je wenst. Ga het loslaten. Ga het op een andere manier laten stromen. De helderheid. Hou een heldere blik voor je eigen. Weet wat je wilt, weet waar je voor staat, weet waar je vandaan komt. Daar krijg je dan ook de magier om te creëren, te manifesteren. Durf dit te gaan doen, stier. Durf dit door te zetten. Dan kan het namelijk zijn dat je het gaat verbinden met een vuurteken. Ram, leeuw, boogschutter. Iemand die jou misschien al eerder heeft gezien of eerder al in verbinding is geweest, kan ook gaan binnenkomen. En dat het iemand is die zaken goed op orde heeft. Hij of zij staat in balans en heeft vrede in de situatie in zijn of haar leven. Kan ook een aardeteken zijn, stier, maag, steenbok. Oké. Okay. Ga je dan dus even goed bekijken, stier, want het gaat zich uiteindelijk erom, natuurlijk, en daarvoor krijg je ook deze, om het gevoel, de energie, de emotie gelijkwaardig te hebben naar elkaar toe. Dat het juist even brengt. Dat is het belangrijkste, stier. Zet dan je stappen. En als je dan in de verbinding komt, mag iedereen om jou heen het weten. Heb je ook zoiets van, ik wil het gaan delen. In de eerste periode ben je misschien wat voorzichtig. Heb je zoiets van, ik wil het eerst even zelf uitzoeken. Ik wil het eerst even zelf ervaren. Ook dat mag gaan, is een keuze. Zet dus hoe dan ook goed je grenzen neer, stier. Oké, duidelijk. Single stier. Dan gaan we door naar de stier in een relatie. Hoe gaat het in jouw relatie, stier? Voel jij je verbonden? Of voel jij je juist op momenten wat eenzaam en alleen, hoe dat zou kunnen? Of zijn jullie dat in de energie, dat gouden koppel, in die verbinding, dat het goed is en sterk is? We gaan het zien. Nog één keer, stier en relatie. Oké, stier en relatie. Toch wel succesvol bezig te zijn. Toch wel succes hierin te willen vasthouden. Dat is waar je voor staat, wat je graag wilt, wat je wenst. Waar je voor wilt blijven gaan, samen. Financieel, materieel. Een sterke opbouw.
het een en ander kunnen zeggen van dit halen wij binnen, daar gaan wij dat van doen. Kan zelfs staanstier samen misschien nu beginnen te maken tot een ander huis, een andere woning. Is dat een gedachte, is dat een wens? Staat het heel duidelijk ervoor dat het nu de juiste periode is? Kan ook zijn een verbouwing of een verandering in het huis? Ga dit uitzoeken, want het brengt veel verandering, want stier, je wilt niet meer vastzitten op het oude. Je hebt geen behoefte meer aan om vast te zitten op de oude emotie of op de oude energie. Daar kies je niet meer voor, stier. Wat ik al zei. Bepaalde dromen wil je waar gaan maken. Deze drie heb je gecreëerd. Hebben jullie gecreëerd. Die vierde kalkjaar wil je gaan behalen. Die wil je gaan hebben, stier. Dat vind je belangrijk. De kracht en de energie is ervoor ook aanwezig om het samen te kunnen. Weet daarbij wel even goed wat je wel of wat je niet wilt delen naar anderen. Want er kunnen maskers bij aanwezig zijn, er kunnen energie bij aanwezig zijn, wat niet helemaal duidelijk zijn, open zijn of zijn te vertrouwen. Let daar dan extra even op, stier. En laat jullie samen niet meer aanvallen. Laat jullie samen niet meer pijn doen. Laat jullie samen niet meer raken. Maak de juiste keuzes. Ga samen door. Oké, mooi. En je intuïtie laten spreken, stier. Je gevoelens. Stier en de relatie. Hartstikke mooi. Met de zegenwagen. Voor jullie uit. Duidelijk. Niks meer aan toe te voegen, om het zo maar te zeggen. Ga dit gewoon doen. Onderga dit en dan komt dat in orde. Goed, stier, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een orakelkaart. Dat is je antwoord. Dus stier, stel je vraag. Het antwoord voor de stier is... Hele mooie en heel duidelijke observeren. Goed blijven observeren om jou heen en alles waar je mee bezig bent. Op je verleden, op je heden, op je toekomst. Blijven observeren. Heb je het helder? Heb je het beeld helder? Weet je de situatie? Weet je van A tot Z? Dan zet je pas stappen, stier. Verminder ga je het hoe dan ook niet doen. Dus bekijk je het goed, onthoud deze en dan... Komt het wel in orde voor de komende periode? Mooi. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als jij je herkent in deze video en je het leuk vindt. Laat je onder natuurlijk ook even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan raad ik zeker aan om met moment ook even terug te komen naar dit kanaal. Of om bijvoorbeeld de Open Orakel dagkaartreding te kijken. Of kijk ook zeker als je ascendant horoscoop, haal je ook misschien weer vele antwoorden en inzichten uit. Of de engelen dagkaartreding ook ontzettend mooi. Allemaal hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Hai hai.